Mike van Duinen is dus terug in Nederland. Na een kortstondig avontuur bij Fortuna Düsseldorf is hij nu in dienst van Excelsior in Rotterdam. Ja, bevalt eigenlijk hartstikke goed. Eigenlijk wel een beetje precies wat ik voor ogen had. Ik denk wel dat ik daar ben beland, dus dat is mooi. In Düsseldorf kwam hij er dus niet aan te pas. Maar toch is die Duitse periode voor Van Duinen niet alleen maar een mislukking geweest. Kijk, het is natuurlijk niet wat je voor ogen hebt als je naar het buitenland gaat. Maar ja, bij mij is het zo gelopen. En ik ben nog steeds blij dat ik die keuze toen heb gemaakt om naar Düsseldorf te gaan. En ik ben daar absoluut op persoonlijk vlak en heb ik absoluut veel geleerd. Ik heb een taal geleerd. Woon in een ander land. Dus ik denk als mens ben ik daar wel rijker van geworden, zeg maar. Tot op het eind heb ik het onwijs naar mijn zin gehad. Alleen qua voetbal was het op een gegeven moment niet meer wat je voor ogen hebt. Ja, dan, als de situatie dan uitzichtloos is, dan kan je beter vertrekken. Toen ben ik naar Roda gegaan en een halfjaartje gevoetbald. En dan hoop je weer opnieuw te beginnen daar. En helaas heb ik toen niet meer die kans gehad. Kijk, tuurlijk. Nou, had ik er gelijk de een naar de andere ingeschoten en dan was het niet zo gelopen. Dus in dat opzicht kijk ik ook kritisch naar mezelf. Maar ja, ik had graag nog dit jaar een keer een nieuwe start gemaakt. Een nieuwe start dus in het voetballeven van Van Duinen. Nadat de start van zijn carrière bij ADO flitsend te noemen was. Bij ADO ging het allemaal redelijk snel en was ik vrij snel basisspeler. Heb ik eigenlijk alles altijd wel gespeeld. Ja, dan nu heb ik ervaren hoe het is om op de bank te belanden en later zelfs op de tribune. Ja, dan is mij wel duidelijk geworden dat voetballen dat ook daar het meeste plezier uit haal. En dat klinkt misschien hartstikke logisch, maar vandaar dat ik blij ben dat ik weer terug ben hier. Ik kijk nu gewoon lekker naar dit seizoen en ik hoop lekker te gaan knallen en lekker te voetballen. Vanuit Den Haag is er trouwens nog wel even interesse geweest om de doelpunt te maken terug te halen. Er is wel kort contact geweest. Maar ik denk dat ze al een uitstekende spits hebben lopen. Dus ik denk niet dat dat meer verder is. Meer is het niet geweest. Ja, het was heel oppervlakkig en gewoon. Het was niet heel concreet, laat ik het zo zeggen.